De tijd is gekomen om dan toch hier naartoe te gaan. Waar we al eerder geweest waren, maar niet verder konden. De Hotel des Invalides. Find the Riders. Go to the... Oh, hier zijn nog sidequests. Oh, laten we dat eerst even doen. Laten we dat eerst even doen. Sidequests. Find the Riders. Ik kan hier niet in. Ik zal daar omheen moeten. Ik kan hem invriezen. Maar al mijn stamina. Voorzichtig. Wat? Die muur, die kan eruit. Daar wil ik heen. Kijk, deze muur kan eruit. Word ik hier dan meteen aangevallen? Dead tree. Deze area heet Dead Tree. Deze deur kan niet open. Go to the site of the exchange. Is hier niks? Lijkt het. Zie je dat? Dead tree. Ik zie geen ingang. Kan die schuur niet in? Dit is gek. Dit is gek. Ik neem aan dat ik die schuur in wilde. Hoe dan? Daar is een haak. Daar is een haak, want dan kan ik hier vandaan niet komen. Ik zal toch deze schuur in moeten op de een of andere manier. Is hier ook een haak? Nee. Kan ik op dit dak komen? Nee. Dit is toch gek dat deze locatie bestaat. Dat ik hier niks kan. Ook niet bij die boom? Nee. Sidequests genoeg, maar ik kan hier niks. Dead tree, als ik hier uitloop. Esplanade des Invalides. Go to the site of the exchange. Nou, dan gaan we daar maar naartoe. Maar ik word hier wel opgelicht. Hier die beesten die sla ik tegen de vlak. Er zit er een in de boom. Nou, zover kom ik niet. Hier, deze muur kan er ook uit. Dan worden we hier wel. Hier is wel weer een locatie met nieuwe dingen. Essence of a Noble Spirit. Cast iron, dat is een crafting material. Kan ik hier overheen? Ja. Essence of a Valiant Spirit.
Hij heeft mij gezien, de knotsman. Denk aan de stamina. Voorzichtig. Ik zeg voorzichtig, ik laat me toch weer hitten. Ik laat me toch weer hitten. Waarom? Wat komt daaraan? Nog een knotsman. Deze heeft wat meer resistance ook. Ik heb hier geen stamina. Dit is een sterkere knotsman dan die andere. Oh, het is een ijsknotsman. Stamina, alweer een probleem. Hup, liggen, ijsknotsman. Alchemical capsule. Was dit een hond? Oh, hier is een spinman, of een vuurman. Find the riders. Schietman. Moet ik even uitkijken voor de schietman. Ik wil dan toch even die sidequests nou oppakken, nu we dan toch hier zijn. Go to the site of the exchange. Find the riders. En die riders die lijken dan inderdaad te zijn. Op een hele andere plek. Tenminste bij die schuur, maar ik kan bij die schuur niet verder. Ik word op enige manier daar opgelicht. Hier kan ik op, lijkt het. Ja, ik kan hier op. Hier brandt het. Hier is een schietman en daar beneden is ook een knotsman. Een schietman naar beneden gewerkt. En dit is wel waar ik naartoe moet, lijkt het. Oh, de knotsman heeft mij gezien. De knotsman heeft mij gezien en de schietman heeft mij ook gezien. Mijn stamina is weer op. Ja, dan krijg je weer klappen. Lekker. Het gebeurt me echt te vaak dat mijn stamina op is. Zonde. Onnodige damage. Dit is een normale man. Een normale zwaardman. Met een schild erop. En dan kunnen we die nog wel aanpakken. Go to the site of the exchange. Is hier vlakbij. Hij heeft mij nog niet gezien. Kan ik hem sneaken?
Ja. In één keer dood. Een knotsman en een hondenman. Oh, de knotsman heeft mij gezien. Ga jij daar maar liggen? Lekker dit, hè? Goeie tactieken. Zo. En een hondenman. Twee hondenmannen. Gebruik je shield effectief. Dan komen we hier bij de site of the exchange. Kunnen we toch een side quest hier vinden? Lijkt het. Het is een vrouw. Madame de Polignac. De assistent van de koningin. How were you able to leave some clue? Earlier. After you ventured out into the palace grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. Ah. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. What are you doing here, madame? What do you do? The children, Aegis. Charlotte and the Dauphin. The Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the King's madness. They spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the Queen's house. The children's escape hidden inside this wagon. Our meeting here. Ik had niet deze vrouw hier verwacht. Party with the riders who were to ensure our safe passage all the way to Austria. They would have been safe there with their uncle, the Emperor. But you can see for yourself. The children are nowhere to be seen. Nee, dat is hij. He was the Dauphin's valet. The poor soul gave his life to protect the little ones. We kunnen nog meer praten. Madame. Nee. Inspect the site of the exchange. Ja, er liggen hier allemaal dooien. En heel veel items. Four horses for three men. Someone is missing. Four horses for three men. A red cap with a rooster embroidered on it. A list of staging posts between Paris and Liège. Ah, dat moeten we even navragen. Ja, we hebben wat bewijsstukken gevonden. Waarvan we niet weten wat het betekent. Misschien kan die vrouw ons dat vertellen. Ik ben benieuwd. Madame. The attackers all bear the same red cap with an embroidered rooster. It's the symbol worn by those who support the Duc d'Orléans. One of them had a map indicating all the staging posts from here to the Principality of Liège. Liège? That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreants have established their base. Hmm. Over here, there are four dead horses. And the body of a third man wearing a red cap. Four horses for three men. That means one assailant managed to get away. Precies. It's beyond doubt. The Duke's men have taken the children. They're the ones behind this ambush. And they knew every detail of our plans. We were betrayed. But surely the ambush did not go exactly as planned. No, inderdaad. Three of them lost their lives. That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, the riders that the Marquis de Lafayette promised us, if they made it here, they may have been able to surprise the kidnappers and stop them from carrying out their misdeed. By the grace of God, they may already be. Ja, en die riders, daar waren wij ook al naar op zoek, hè? Dat was onze andere side quest. Which garrison is this squad from? They are stationed at the Hotel des Invalides. The riders must have left from there. Very well. I will try to retrace their steps. As for you, please return to the Queen at once.
You have taken enough risks as it is. Nou, inderdaad. The children ages. Je vous en supplie. Find the riders. Hebben wij dan nog openstaan? Laat me mezelf hier weer slaan. Hoef je helemaal niet naartoe. Find the riders hebben we nog openstaan. Kunnen wij zonder problemen bij die riders komen? Het leek erop dat dat moest via dat huisje waar we... Ja, waar we niet konden komen op de een of andere manier. Via die schuur. De Dead Tree heette dat. Het leek erop dat dat de route was, maar... Ik zoek de weg. Ik word hier gezien. Nou, geef jij maar even jouw XP'tjes aan mij. Dan kan ik deze vestel pakken en daar vandaan richting de riders trekken. Vind ik wel een goed idee. Kan ik nog upgrades betalen? Het was niet. Heb ik nog geesten gevonden? Essence of a Noble Spirit. Ja, weg ermee. Maar dat is inderdaad niet genoeg voor een levertje op. Ik heb nog wel heel veel armors gevonden die ik niet gebruik. Kijk, alles wat ik niet gebruik. Oh, die calcum ingot. Cast iron, bronze ingot. Als ik kijk naar mijn weapon upgrade. Nog één bismut blok. En twee bronzen ingots. Kan ik die kopen? Eén bismut blok. Ja. Twee bronzen ingots. Kan ik ook kopen. Dan heb ik nu alle materials voor een weapon upgrade. Alleen nog niet de 7500. Maar dat is iets waar we voor kunnen sparen. We vervolgen onze weg. Naar Find the Riders. Weer twee honden. Die honden die slaan mij weer. Pak ik weer wat onnodige damage mee. Nee, goed, het is wat het is. Uitkijken dat ik niet word opgewacht. Find the riders. De knotsman. Dooie knotsman. Dat is een bijlman. En dit is de Dead Tree. Nee, dit is niet de Dead Tree. Wat ik zoek is... Een route die kant op. Daar is een dak. Kan ik hier overheen gieten? Nee, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Niet hier vandaan. Dan zal ik toch een andere route moeten vinden. Langs de bijlman. Die mij ziet. Die mij aanvalt. Die het niet overleeft. Find the riders. Die riders. Die moeten toch hier zijn. Bij die doorgang die ik net gecreëerd heb.
Hierdoor, Dead Tree. Ik moet toch hier ergens een doorgang vinden. Deze schuur kan ik niet openen. Ik kan hier niet grappelen. Waarom kan ik hier niet grappelen? Over dit hek heen. Kan niet. Ik zie daar binnen een grappling point. Maar het is niet een route die ik mag gebruiken. Van deze game. Find the riders. Hoe ga ik daar dan komen als dit niet de route is? Ik zal eerst die knotsman nog moeten verslaan. Ik laat eerst mezelf weer slaan. Ik zal toch hier naar binnen moeten op een of andere manier. Kijk, ze liggen daar. Maar de opening is hier, die hendel. Dus waar is dan de ingang? Kan ik via de zijkant daar naar binnen? Ja, deze kant kan ik niet daar naar binnen. Dat lijkt me wel duidelijk. Ik zal dan toch via de andere kant moeten. Maar ja, niet via de voordeur. Find the riders. Hoe kom ik daar? Daarachter lijkt toch ook geen ingang. Nee. Hoe ga ik hier naar binnen? Ik moet hier zijn bij al die dode paarden. Dat is mijn objective marker. Dat zijn de riders, die dode paarden. Kan ik dan daarachter, daar, is dat een plek waar ik een jump kan maken misschien? Dat zou kunnen. Als dat zo is. Moet dat via deze kant. Waar ik beschoten word. Vuurvogel. Dit is dan de route naar de riders, denk ik. Nee, dit loopt dood. Wel een module key. Maar ook niet de route naar de riders. Find the riders. Kan ik daar op? Kan op deze kar? Kan ik via die kar op deze muur? Nee, waarom kan ik dan op deze kar? Geen idee. Maar eerst maar langs die vuurvogel dan.
ik loop erin. Kost me even een hieltje. Dat kost me even een hieltje. Schiet op mij. Hier is weer een hek waar ik niet door kan. En die riders die liggen daar achter. Daar kan ik niet komen vanaf deze kant. Hoe ik daar wel moet komen weet ik ook niet op dit moment. Hoe ik daar wel moet komen weet ik op dit moment niet. Wat is hier nog te vinden? Dit loopt dood. Kan dit kapot? Die kan kapot, maar de rest niet. Er zit ook weer een heel huisje waar ik niks kan. Free the hotel. Ja, they perished. Daar is een vestel. Wat is hier dan nog? Een item. Geen vijanden. A chemical capsules. Dat zijn gewoon codes. En dan ga ik die vestel maar pakken. Volkan Sons Townhouse is hier ook. Blocked. Die kan alleen vanaf de andere kant open. No. No, Prosep. De grass. Je wordt tegen mij gepraat. Want to die. Not like this. Oh, if I had known, I would have set fire to that monster factory long ago. A monster factory. Volkansson's demonic forges. The Gehenna where you were smelted, just like all the murderers of your kind. Monsieur, I have no intention of harming you. Wij zijn de goeie. I have come to put an end to the king's actions. If you're telling the truth, then go away. And let me live. Monsieur. Au nom du ciel, put down your weapons. Please, I beg you to spare these poor people. These poor people. Wij zijn geen vijand, jongen. But the streets are empty. There is not a soul there who is still alive. There are still those who resist. Some good people came here earlier and asked me for a drink. They swore they would liberate the Hotel des Invalides. They looked exhausted. Ja, dat zullen je riders dan zijn. Determined to fight to their very last breath. What about the automats? Have you observed the automats? A convoy led by those machines went by here. Countless wagons loaded with barrels. They came from the north, most likely from the factories. I think something terrible is going to happen. Kunnen maar met hem blijven praten. What do you fear will happen? I don't know. But I have a terrible feeling. Laissez-moi à présent. You'll draw those creatures to us. Het is een bange man. We kunnen niet verder met hem praten. Dit is Volkansson's townhouse. Daar is nog een item. En dit is een vestel. Die kunnen we sowieso even activeren. Kunnen we dan straks wel even pakken. Granite cobblestone. Volkansson's townhouse. Laten we daar even kijken. Unlock. Search the garden. Zo, op het eerste oog zie ik niks. Hier ligt een itempje. Hier ligt iets. Hiding place in the Luxembourg Gardens. Hiding place in the Luxembourg Gardens. Daar ben ik natuurlijk al geweest.
Die is een open huis. Een filmpje. Een memory. Een vrouw. Dr. Nice, Paula murdered you. Het is de Vaucanson. What do you mean, papa? Hurry, I beg you. The Count is at our door. He shall take us away. Good heavens. Don't worry about me. Run, I say. Run! Where could she have escaped to? That hiding place in the Luxembourg Gardens. If I could find out where it was. The Luxembourg Gardens. En een kist is hier. Fire and Ice. Nieuwe broek en schoenen. Ja, dat is weer slechter dan wat ik al heb. En een wapen die Fire and Ice heet. Nee, ik ben trots met mijn Iron Fans. Penknife is nieuw. De Riders. Ja, ik kan daar niet komen bij die Riders. Athénaïs de Vaucanson. Is dat zijn vrouw of zijn dochter? Ik zei bijna dokter. Hij is zelf een dokter. Codex. Robespierre. Lavoisier. Dead Tree. Ja, waar we niks kunnen. Blijkbaar. De Alchemist of Luxembourg. Maar goed, als dat het is, dan ga ik nu wel die Vestal pakken. En dan die Riders, ja. Ik heb daar zo nu geen manier gevonden om daarbij te komen. Dus ik pak de Vestal, dan maken we daar een checkpointje en dan gaan we weer verder. Upgrades. Weapons. Kan ik niet betalen. Heb ik nog dingen gevonden die ik kan verkopen die wat waard zijn? Nee. Nee. Ja, nou ja, die Fire and Ice, die gebruiken we toch niet. Verder niet. Ik heb twee... Nee, ik heb... Hoeveel module keys heb ik? Staat er niet bij. Stop die bij. 7500 heb ik niet. Ik heb ook geen buret upgrades meer gevonden. Ik heb 3 module keys. Dus ik kan deze slot upgraden. Hup, doen we even. Attributes kan ik niet betalen. Dan gaan we hier een checkpoint maken. Er zijn nog blauwe bolletjes af te tikken. Hier kan je dus allemaal dingen die ik gevonden heb en te koop heb gezet. Dan kan ik allemaal aftikken. Er zijn geen nieuwe items meer. Staat er toch nog steeds bij, hè, bij de boutique. Nieuwe items, wat dan? Oh, hier nog een. Nou, niet meer. Upgrades. Ik kan mijn musket upgraden, maar dat wil ik niet, want ik wil mijn fans upgraden. Dus dan gaan we het voor nu hierbij laten. En in de volgende video gaan we dan verder met Free the Hotel des Invalides. Dus graag tot dan!